Welkom. Vandaag gaan we een actieve yogales doen. We beginnen met de zonnegroet. Van daaruit gaan we naar de vloer toe en dan naar de eindontspanning. We gaan staan beginnen met de voeten recht onder de heupen. De knieën zacht. En dan lengte maken vanuit de kruin naar het plafond toe. En rol de schouders boven de heupen. Hou de schouders recht boven de heupen, heupen boven de enkels. En de oren boven de schouders. En hou de knieën zacht. Eerst contact maken met je lichaam. Zorg dat de voeten goed in de vloer zijn. Voel ook het contact met de grond vanuit de voeten. Knieën zacht. Lengte maken. En observeer je lichaam zoals die is op dit moment. Verzacht de schouders, verzacht de armen langs het lichaam. Blijf hier observeren. Merk ook je bekken op. Het bekken niet naar achteren staat, voor. Dus merk op of de bekken niet gekanteld is. Je ribbenkast ook niet naar voren drukken. Hou je ribbenkast mooi in lijn met je heupen. En blijf hier staan. Sluit de ogen. En merk op wat je lichaam nodig heeft vandaag. En luister door de gehele les zo goed mogelijk naar je lichaam. Nooit over je grenzen heen gaan. Blijf zoveel mogelijk dicht bij jezelf. En dan observeren we de ademhaling zoals die is op dit moment zonder iets te willen veranderen. Wat merk je op aan je ademhaling? Misschien merk je dat je ademhaling hoog zit in de borstkast. Misschien merk je dat je adem langs de ruggengraat gaat. Misschien merk je al op dat je adem diep naar de buik toe gaat. Als je adem kort, als je adem lang. Neem de tijd. En we observeren altijd met compassie, geduld en een zekere nieuwsgierigheid. Gaan we langzaam en diep uitademen naar de buik toe, vanuit de ribbenkast, middenrif naar de buik. En adem weer in vanuit de buik naar het middenrif en ribbenkast. En je uitademing wordt langer dan je inademing. En zorg dat de adem in een vloeiende lijn is en in een ritme wat makkelijk naar je toe komt. Door de gehele les. Zorg dat de beweging in contact blijft met de ademhaling. Hou de adem nergens vast. Zeker in een zonnegroet merken we op dat we vaak de adem vast willen houden in bepaalde houdingen. Zorg ervoor dat één beweging één adem wordt. We gaan vanuit hier eerst even het lichaam wat meer opwarmen. Adem in, rechterarm komt omhoog. Lengte maken, misschien zelfs licht naar achteren toe. Op de uitademing, langzaam een diepe uitademing, breng je je rechterarm weer terug en verzacht je je schouder. Adem in, maak lengte met je linkerarm. Omhoog en misschien zelfs licht naar achteren toe. Adem uit, breng je linkerarm weer terug langs je lichaam en verzacht de schouder. Ga rustig door. Rechterarm komt weer omhoog. Lengte maken, misschien licht naar achteren toe. Op de uitademing breng je hem weer terug. Langzaam en diep uitademen. Linkerarm. Mocht je last hebben van je nek en schouders, dan breng je je arm gewoon iets wijder. In plaats van recht langs je oor, maak je hem gewoon ietsjes wijder. Blijf goed luisteren naar wat je zelf nodig hebt. En maak dan rustig je ronde af. Vanuit hier brengen we beide armen tegelijkertijd omhoog. Hou de knieën zacht. Adem in. Adem uit. Breng de armen weer terug. Verzacht de schouders. Ga rustig door.
ribben toe. Breng niet de ribbenkast naar voren. Hou hem lang. En dan breng je het weer terug. Maak dan rustig je ronde af en kom dan weer terug met de armen langs het lichaam. Observeer de nek en schouders. Neem de tijd om na te voelen. En dan gaan we naar de zonnegroet toe. Er zijn verschillende manieren om de zonnegroet te doen. Als je merkt dat je bepaalde houdingen lastig vindt, pas het rustig aan. En als je merkt ook dat je last hebt van een hoge bloeddruk of je vindt het niet fijn om naar een downward dog te gaan, dan kom je gewoon op je handen en knieën en dan kom je in child's pose. En van daaruit kom je gewoon weer rustig omhoog. Dus blijf kort in die downward dog. Voeten recht onder de heupen, zorg dat je aan de voorkant van de yogamat staat. Adem langzaam en diep uit, breng de palmen samen. Adem in, rijk omhoog. Palmen naar buiten toe. Adem uit in een vooroverbuiging. Uttanasana. Buig de knieën als je last hebt van je onderrug. Adem in. Strek je weg. Dus je vingers of misschien je handen op de vloer. Maak je lang. Misschien zelfs de handen op de scheenbenen lang maken. Adem je uit. Terug naar die vooroverbuiging. En nu stoppen we naar achteren met het rechterbeen. Adem in. Zo wijd als dat je zelf kan. Dan kijk je naar voren. Misschien wil je zelfs de knieën op de grond brengen. Dat is ook goed. Vanuit hier gaan we dus naar die downward dog. Goed je handen op de vloer plaatsen. Knie komt omhoog. En dan stap je naar achteren. In een downward dog. Op die uitademing. Adem we in. Voeten naar achteren. Schouders naar voren. En rol naar voren toe. De enkel met borstbeen. Goed omhoog blijven. Dus niet hierin zakken. Misschien zelfs de knieën op de vloer. Maar blijf hoog. En die schouderbladen naar elkaar toe. Schouders van de oren vandaan. Terug naar de tenen. Terug naar downward dog. Adem uit. Stap naar voren. Rechterbeen. Adem in. Kijk naar voren. Eventueel linkerknie omlaag. En kom weer terug met het linkervoet naar de rechtervoet toe. Onder de heup. Adem uit. Adem in. Maak je lang. Strek je weg. Adem uit. Terug naar die vooroverbuiging. Dan komen we weer terug omhoog. Adem in. Lengte maken. Buig de knieën als het nodig is. Adem uit. Breng de palmen samen. Blijf hier rustig doorademen. Sluit de ogen. En merk ook je hartslag op. Als je hartslag te hoog komt, dat houdt eigenlijk in dat we even rustig bij de adem moeten blijven. Dus ja, adem gelijk. Die uitademing, de focus, dan kan je gewoon rustig doorgaan. Adem in, rijk omhoog. Adem uit, vooroverbuiging. Adem in, strek je weg. Adem uit, terug naar de vooroverbuiging. Leg de benen achteren, kijk naar voren. En linkerbeen naar achteren, downward dog. Handen en voeten gelijk. Kom terug naar voren, schouders naar voren, voeten naar achteren. Rol die tenen om, maak je lang. Adem uit, terug naar downward dog. Leg de voet, kom weer naar voren, adem in. Kijk naar voren. Linkerbeen, adem uit. Strek je weg, adem in. Terug naar de vloer, adem uit. Kom weer terug omhoog, buig de knieën. Als je last hebt van je rug, kom je omhoog. Je mag ook de armen omhoog cirkelen als je dat fijner vindt. Adem uit. Breng de palmen samen. Blijf hier rustig bij die ademhaling. En dan gaan we nog een aantal rondes doen. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Leg de beenstap naar achteren. Kijk naar voren. Downward dog, adem uit. En upward dog, schouders naar voren, rol die tenen om, goed omhoog brengen. En terug naar downward dog, adem uit. Stap naar voren, rechterbeen, adem in. Stap naar voren, linkerbeen, adem uit.
strek je weg. Adem in. Terug naar de vloer. Adem uit. En kom weer terug omhoog. Adem in. Breng de palmen samen. Adem uit. Ga rustig door op je eigen ritme. Blijf focussen op die diepe uitademing. Nog één ronde. Adem diep in. De uitademing naar Uttanasana. Trek je weg. Terug naar de vloer. Leg de benen achteren. En leg de benen achteren. Downward dog. Upward dog. Schouders naar voren. Rol die tenen op. Maak je lang. Terug naar Downward Dog. Stap naar voren, rechterbeen. Stap naar voren, linkerbeen. Strek je weg. Terug naar de vloer. Kom weer terug omhoog. Adem uit, breng de palmen samen. Sluit hier de ogen. Blijf zoveel mogelijk bij jezelf. Observeer de ademhaling en je lichaam. Goed. Vanuit hier openen we de ogen weer. En dan komen we in Downward Dog. Rechterbeen komt omhoog. Je mag je knie buigen en onder je rechteroksel doorkijken. Dus we ademen in, wijk omhoog. Adem uit, terug naar Downward Dog. Strek je weg, adem in. Adem uit, terug naar de vooroverbuiging. Stap naar achteren, rechterbeen, kijk naar voren. En stap naar achteren, linkerbeen. Blijf in Downward Dog. Hier rustig doorademen. Buikspieren licht naar binnen. Handen en voeten in één rechte lijn. Vanuit hier komt nu dus je rechterbeen omhoog. Buig je knie, blijf je weg strekken. En kijk onder je rechteroksel door. Blijf hier rustig doorademen. Adem uit, breng je rechterbeen weer terug. En dan ga je naar de linkerkant. Adem in, linkerbeen komt omhoog. Buig je knie, kijk onder je linkeroksel door. Blijf je wegstrekken, dus je schouders niet boven de polsen houden, maar bij de polsen vandaan naar achteren. En breng het weer terug. Vanuit hier, beide knieën tegelijkertijd naar de vloer, adem in. Adem uit naar Child's Pose. Hier mogen de knieën wat wijder. Nu wat meer ruimte voor die onderrug. Eventueel met de polsen draaien. De duimen in de vingertoppen drukken. Misschien wil je je armen op elkaar. Je voorhoofd op de armen. Misschien je voorhoofd puntje van je neus op de grond. Blijf hier rustig doorademen. Focus is op die langzame, diepe uitademingen. En dan komen we tot zitten op de hielen. Vind je dat niet fijn om op de hielen te zitten in verband met je knieën? Dan blijf je hoog. Okay? Dus je begint hoog of je begint laag. Vanuit hier cirkelen we de armen omhoog.
Adem diep in. Eventueel de palmen samen als je geen last hebt van nek en schouders. Adem uit in de child's pose. Dus kom naar beneden toe met alle aandacht. Adem in op handen en knieën. We gaan terug naar een downward dog. Adem uit. Adem in naar hoge plank, schouders boven je handen, diagonale lijn maken. Okay, dit is kracht. Je mag eventueel ook je knieën op de grond halen als je dat fijner vindt. Ja, diagonale lijn. Adem uit naar de vloer toe. Adem in, kom omhoog. Adem uit, terug naar downward dog. Adem in, beide knieën terug naar de vloer. Op handen en knieën komen. Adem uit, terug naar child's pose. Cirkel de arm omhoog, adem in. Adem uit, kom terug naar de basis. Je mag ook je armen via de voorkant naar omhoog brengen als je dat fijn vindt. Maar blijf goed in contact met je rug en je onderrug. Adem in, cirkel de arm omhoog. Los van je nek en schouders, houden de armen gewoon uit elkaar. Adem uit, child's pose. Die diepe uitademing, neem de tijd. Adem in op handen en knieën. Dus je schouders boven je polsen, heupen boven de knieën. Buikspieren licht naar binnen, naar downward dog. Adem uit. En schouders naar voren, voeten naar achteren. Diagonale lijn maken. Blijf hier rustig doorademen. En dan gaan we naar de vloer toe. Adem uit. Voorhoofd op de grond. Adem in. Druk je omhoog in cobra als je wilt. En misschien wil je upward dog komen. Dat kan ook. Adem uit. Terug. Naar downward dog. Naar handen en knieën. Adem in. Naar child's pose. Adem uit. Cirkel de arm omhoog. Adem in. En breng het weer terug naar de basis. Adem uit. Ga rustig door op het ritme van je ademhaling. Als je wilt, maak je rustig je ronde af. De palmen tegen elkaar aan. Sluit de ogen en blijf bij je ademhaling. Observeer adem, lichaam en geest. Wanneer je dat gedaan hebt, mag je even rustig de schouders losrollen. En als je dat fijn vindt, de polsen. Misschien de duim en de vingertop als je merkt dat dat nodig is voor je lichaam. En vanuit hier komen we op de rug op de grond. De kin wijst licht naar de borstkas toe. En de benen zijn lang uit met de tenen naar het plafond toe. En laat je armen even rusten langs je lichaam. Blijf hier rustig doorademen. Adem diep uit naar de buik toe. Sluit de ogen. Hou de knieën zacht. En volg het ritme van je ademhaling. Verzacht het lichaam richting de grond. Op
elke uitademing. Vanuit hier gaan we naar de volgende flow toe. We plaatsen de voeten op de grond, recht onder de heupen. Observeer het bekken of die niet gekanteld is. Dus eventueel de voeten van je vandaan lopen of naar je toe als het nodig mocht zijn. En breng je armen weer terug langs je lichaam. Zorg dat je genoeg ruimte hebt achter je om te bewegen met de armen als je ze eventueel mee zou willen nemen. Adem langzaam en diep uit. Adem in, bekken komt omhoog, tegelijkertijd brengen de armen langs de oren. Dus als je last hebt van je schouders, mogen de armen wat wijder. Dus merk op wat je prettig vindt. Kin naar de borstkas toe. En de knieën parallel. Adem uit, bekken komt terug naar de grond. Knieën boven de buik, hou ze licht vast met je handen. Denk om de nek. Adem in, trek de hielen weg, tenen naar de neus en de armen weer terug langs de oren. Adem uit, knieën weer terug naar de buik, buig de knieën en neem de handen op de knieën. Vanuit hier gaan we naar vlinder. Adem in, Supta Baddha Konasana. Voetzolen tegen elkaar aan, op de grond en de armen komen weer open langs de oren. Adem uit, breng het weer terug in de basis. Blijf observeren of je nog steeds in de juiste houding ligt voor je lichaam. Dus in alignment, voeten, knieën, heupen, schouders, één rechte lijn. En maak ruimte in de nek. Adem in, breng het bek omhoog, neem de armen mee. Adem uit, knieën boven de buik. Adem in, strek de hielen weg, tenen naar de neus, armen langs de oren. Adem uit, knieën boven de buik. Hou ze licht vast. Gaan terug naar vlinder, adem in, voetzolen tegen elkaar aan, knieën open, armen langs de oren. Adem uit, breng de voetzolen terug, armen terug, langs het lichaam, op die uitademing. We gaan rustig door op het ritme van onze eigen adem. Bekken omhoog, armen mee, adem in. Adem uit, rustig en diep uitademen, breng de knieën boven de buik, hou ze licht vast. Adem in, strek de hielen weg, tenen naar de neus, armen langs de oren. Adem uit, buig de knieën, breng ze weer terug naar de buik toe. Hou ze licht vast. Naar vlinder, adem in. Adem uit. Ga rustig door op het ritme van je adem. Zorg dat je voeten weer elke keer recht onder die heupen terugkomen in die basis. Ja, misschien dat je de voeten dichter naar je toe wil brengen. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Ga rustig door. En maak dan rustig je ronde af. En dan kom je weer terug in de basis. En dan brengen we de benen lang uit. Met de tenen naar het plafond toe. Als je last hebt van je onderrug, is het beter om de voeten op de grond te houden. En vanaf hier je benen weer omhoog te brengen. Okay? Dus blijf goed in contact met jezelf en met wat je nodig hebt. Geen last van de onderrug, mogen de benen lang uit, armen langs het lichaam. Adem rustig en diep uit. Adem in, eerst de armen komen langs de oren of iets wijder. De kin naar de borstkas. Adem uit, armen en benen tegelijkertijd bewegen. Armen terug langs het lichaam, hielen naar het plafond, tenen naar de neus. Adem in, de hielen komen terug naar de grond en de armen terug langs de oren. Met alle aandacht.
Adem uit, breng je armen weer terug langs je lichaam. Adem in, eerste armen. Adem uit, armen en benen. Armen terug naar de vloer langs je lichaam, hielen naar het plafond toe. Adem in, beide hielen tegelijkertijd naar de vloer toe brengen, armen langs je oren, op die inademing. Adem uit, breng je armen terug langs je lichaam. Ga rustig door. En maak dan rustig je ronde af. En dan kom je terug in je basis, eventueel met de voeten op de grond. Of terug met de benen, de hielen op de vloer. En dan brengen we beide knieën tegelijkertijd boven de buik. Hou ze licht vast op de knieën of misschien onder de knieën als je het fijner vindt. Lengte maken in de nek. En met de uitademing breng je de knieën naar je toe. Met de inademing de knieën van je af. Dus adem uit, breng de knieën naar je toe. Adem in, knieën van je af. Sluit de ogen, ga rustig door. En maak dan rustig je ronde af. En dan brengen we de voeten terug op de grond. En dan mag je de knieën gebogen houden als je dat fijn vindt voor de onderrug. Of de benen lang uit. Laat je voeten naar buiten toe rollen. De palmen komen omhoog. Schouders van de oren vandaan. En blijf hier. En ontspan het lichaam op elke uitademing. Dus adem diep uit vanuit de ribbenkast, middenrif en buik. En zelfs helemaal door naar de bekkenbodemspieren. En adem dan weer rustig diep in. Het enige wat je hoeft te doen is je ademhaling te volgen. Blijf continu in contact met je adem. Dat zorgt er dus ook voor dat alles wat er om je heen gebeurt, even losgelaten wordt. Dus blijf die diepe uitademing volgen. En kom dan tot een gemakkelijke zit. En zorg ervoor dat je goed in het midden van je zitbordje zit en weg van het staartbeentje vandaan. Als je van de zijkant even laat zien. Dus goed in het midden van je zitbordjes van het staartbeentje vandaan. Dus niet op dat staartbeentje, dus niet naar achteren rollen. Dan kun je nog wel een beetje lengte maken, maar niet vanuit die onderrug. Dus rol naar voren, hart recht de wereld in, schouders boven de heupen. En blijf hier eerst connectie maken met je lichaam, je ademhaling. En dan brengen we de duim en de wijsvinger tegen elkaar aan. En laat je armen rusten op de bovenbenen. Ja, rust die schouders. Lengte maken vanuit de kruin naar het plafond toe. En dan gaan we naar de krijgersademhaling, Ujjayi. Voor degenen die hem nog niet gedaan hebben, het is een in- en uitademing door de neus met de klank wat vanuit de keel komt. En eigenlijk is het beslaan van een spiegel. Je zou hem ook met de mond open kunnen oefenen. Dus je ademt in door de neus en dan besla je de spiegel met een open mond. Ademt in. Dus we forceren de adem niet. Ik ben niet met kracht de spiegel aan het beslaan. Dus rustig adem in. Zorg ervoor dat je hoofd recht hebt, dus in lijn met je ruggengraat. En dan kan je hier vanuit hier oefenen met de mond open als je dat fijn vindt. Of je sluit de mond en dan adem je in door de neus. Adem uit door de neus, maar gebruik die klank. Dus je beslaat nog steeds de spiegel via de mond.
Sluit de ogen. En blijf in aandacht met je adem, bij je ademhaling. De krijgersademhaling, nu jij. Het geluid hoeft ook helemaal niet hard te zijn, zolang je hem zelf maar goed kan horen. Als je merkt dat je de krijgersademhaling helemaal niet fijn vindt, keer je terug naar je adem vanuit de buik, middenrif en ribbenkast. En met de uitademing vanuit de ribbenkast, middenrif en buik. Ga rustig door. En merk ook op dat je de adem kan verzachten. Brengen we de palmen samen voor het hart en keren we terug naar onze normale in- en uitademing. Laat je adem vrij zijn en observeer adem, lichaam en geest. Met compassie, geduld en een zekere nieuwsgierigheid. En dan gaan we de armen 3 keer omhoog cirkelen. Adem diep in, cirkel de armen omhoog. Adem uit, breng de palmen weer terug samen voor het hart. Adem diep in, cirkel de armen omhoog. Adem diep uit, breng de handen weer terug voor het hart. Laatste keer, een diepe inademing. En een diepe uitademing. Eindigen we de les met Om Shanti, adem in. Shanti, shanti, shanti. Dank jullie wel.